Goedenavond. Het is vrijdag en u bent hier. Dat is goed nieuws voor de rechtsstaat. Want er is dus een kritische massa die de BV-isering van de rechtspraak wil bediscussiëren. Dat gaan we vanavond doen. Dus ik ben erg blij dat u op deze lenteachtige vrijdagavond gewoon toch hier nagenoeg spui 25 vol hebt weten te krijgen. Ik ben Niels Graaf, ik ben een universitair docent aan de UvA en ik probeer het debat dat we hopelijk gezamenlijk hier tot stand zullen brengen enigszins in goede banen te leiden. Maar goed, we zijn hier vooral om ook iets meer te weten te komen over die BV-isering. En daarmee wil ik eigenlijk direct het woord geven aan de sprekers van deze avond. En daarmee begin ik met het begin. Deze avond is een co-productie, het is uniek, van de Groene Amsterdammer en het Amsterdamse Centrum voor de Juridische Beroepen en Toegang tot het Recht. Dat is van de UvA. En dit is allemaal begonnen vanwege één artikel. En dat artikel heeft Annerie Smolders geschreven. Ik wil je heel graag introduceren. Je bent oud-rechter, publicist, onderzoeker. En ze gaat zo meteen het een en ander daarover vertellen voor wie het artikel nog niet heel uitvoerig heeft gelezen. Een andere spreker, dat is professor Paul Bovendeert. Hij is hoogleraar constitutioneel recht aan de Universiteit Nijmegen. En hij, ik geloof dat hij al 25 jaar lang nadenkt, al vanaf zijn oratie, over die positie van de rechter in het staatsbestel. En hij gaat ons daar de meer constitutionele kanten van de zaak gaat hij belichten over het belang van die rechterlijke macht en de onafhankelijkheid daarvan. Dit is ook meteen het eerste blok. Het tweede blok van de avond, dat is een meer dynamisch geheel, dat is het echte debat. Dan nodigen we nog twee andere sprekers uit. Dat is Cindy Seynes, is rechter en promovendus aan de VU. En als laatste, maar zeker niet de minste, Ruud de Bok, AG, dus advocaat-generaal van de Hoge Raad en hoogleraar aan de UvA. Daarmee hoop ik ook tegelijkertijd jullie ook uit te nodigen om met ons in het debat te gaan. Maar dat zal dus in het tweede blok zijn. En ik hoop wel dat u daarbij dan ook in gedachten wil houden dat een vraag bestaat uit twee zinnen en een vraagteken. Maar ik zal daarop gaan letten. Annerie, mag ik je het woord geven? De opdracht was een gesproken column. Dat ga ik doen, dus ik ga niet het artikel dat ik heb geschreven nog een keertje toelichten. Ik ga ervan uit dat u dat of heeft gelezen en anders moet u het doen met hier en daar een samenvatting hierin. Afgelopen zomer overwoog ik te gaan vliegen naar een of andere vakantiebestemming, maar de chaos op Schiphol weerhield me. Ik hield wel in de gaten of het nog veranderde en zo leerde ik over de kommervolle omstandigheden van mensen die koffers op een lopende band zetten met hun afgebeulde ruggen en een schrijnend gebrek aan een geavanceerde apparatuur. Zij waren de zwakste schakel in de organisatie van de luchthaven en om die reden ineens volop in het nieuws. Die zomer gingen de berichten over bagagepersoneel en die over rechters steeds meer op elkaar lijken. Structurele overbelasting, ziekteverzuim en een schrijnend personeelstekort. Het was bijna inwisselbaar. Het cancelen van vluchten en het cancelen van rechtszaken domineerden wekenlang het nieuws. In de rechterlijke macht waren rechters de zwakste schakel, als waren zij de kofferdragers van dienst. Misschien zien velen het als een gunstig teken van de tijd dat rechters, en ik versta hieronder ook raadsheren, net als zoveel andere Nederlanders, worden opgedreven tot productie en de bereidheid om zo nodig in Leeuwarden in te vallen, terwijl hun gezin in Den Haag woont. Maar ik maakte me zorgen. Ik hoorde van een jongen die was aangevallen in een uitgaansgebied.
Het bewijs was rond, de verdachte bekend. Maar na 2 jaar kreeg hij te horen dat de zaak toch niet voor de rechter zou komen. Is dat wat er gaat gebeuren bij te weinig capaciteit? Twisten over geldvorderingen van een paar duizend tot in de miljoenen. Hoe lang liggen die als dossier op de plank voor er een rechter naar kijkt? Maar mijn belangrijkste vraag was eigenlijk: hoe kan er een tekort aan rechters ontstaan van, zoals nu de ronde doet, 800 op een totaal van 2600? Waar is dit begonnen? Er was het verlangen van de politiek in de jaren 90 om de kosten van rechtspraak omlaag te brengen. En er was de hang naar de Angelsaksische filosofie van het New Public Management, dat publieke instellingen ziet als bedrijven en afrekent op output. Er waren, los van met het New Public Management, dat op zijn eigen manier tot besparingen leidde, jarenlange bezuinigingen, gedicteerd door de regering. Ik las jaarverslagen en onderzoeken en verbaasde me. Hoe kan de politiek denken voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten? Want Nederland staat nog altijd hoog in de internationale rankings als het gaat om rechtspraak. Maar de mensen die het werk doen krijgen burn-outs, willen korter werken, gaan eerder met pensioen. Ik houd op een gebrek aan tegenspraak. Elke rechter weet dat tegenspraak van groot belang kan zijn om de waarheid boven tafel te halen. Maar in de eigen bedrijfsvoering lijkt dat op belangrijke momenten te hebben ontbroken, of het legde te weinig gewicht in de schaal. Vroeger had je de presidenten van de 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven die ieder jaarlijks naar Den Haag togen om de begroting rond te krijgen. Dat was een omslachtig gedoe. Maar het voordeel ervan was dat de minister van Justitie landelijk bekende en gezagvolle presidenten niet zomaar met te weinig budget naar huis kon sturen. Zij vormden, denk ik, alle tezamen een solide tegenmacht als het aankwam op genoeg budget. Sinds 2002 is voor de bedrijfsvoering van de rechterlijke macht echter een nieuwe organisatiestructuur opgetuigd. Als je naar die structuur kijkt, zie je dat er bestuurslagen werden geschoven tussen rechters en de politiek. De belangrijkste verandering is een overkoepelende raad voor de rechtspraak. Het is deze raad met een bestuur van 3 tot 5 mensen die vanaf 2002 de spin in het web is bij onderhandelingen met de minister over de begroting van de gerechten. Hij houdt ook toezicht op hoe het geld door de lokale rechtbanken en hoven wordt besteed. Het geheel is een piramidale structuur die in de tijd werd gepresenteerd als buffer tussen politiek en rechters. Maar alleen al in de jaarverslagen van de Raad vanaf 2002 kun je lezen hoe het landelijk management, al dan niet mokkend, voortdurend meeging in de politieke wensen van opvoeren van de productie tegen een budget dat altijd minder was dan de gerechten zelf hadden becijferd. De rechters kwamen intussen klem te zitten tussen de noodzaak iedere rechtszoekende het zijne te geven en de bestuurlijke wens zoveel mogelijk vonnissen te produceren. Immers, alleen een vonnis, ofwel de output, brengt in de heersende bedrijfsfilosofie geld op. Het is intussen wel ietsje gematigd, maar het is toch nog altijd de heersende bedrijfsfilosofie. In deze nieuwe bedrijfscultuur werden rechters schakels in de productielijn en zodoende een onderdeel van de werkvloer. Uiteraard bleven ze onafhankelijk in hun uitspraken, maar ze verloren zeggenschap over de organisatie en zagen hun vrijheden om zaken naar eigen inzicht te behandelen drastisch afnemen. Dit is allemaal allang aangetoond in onafhankelijk onderzoek. In 2012 kwam hierover het eerste manifest naar buiten en er volgden nog vele rechterlijke protesten, maar er veranderde weinig. Pas afgelopen zomer is het budget substantieel verhoogd, maar je kunt niet zomaar een blik rechters opentrekken. De opleiding duurt jaren en al die tijd blijft het modderen. Gelet op deze geschiedenis is het feit dat er de komende jaren harde keuzes moeten worden gemaakt, vermoedelijk, misschien een zegen. De politiek zal immers ook moeten kiezen. Veelbelovend lijkt mij dat de vakvereniging voor rechters en officieren van justitie, NVVR, nu rechtstreeks onderhandelt met de minister.
De Raad voor de Rechtspraak heeft zichzelf aan de zijlijn gemanoeuvreerd. Die hoor je niet, zelfs niet nu de minister als breekijzer is gebruikt om de Raad te passeren. Rechters zijn inmiddels massaal bereid tot werkonderbreking. Ze doen dus hun best om uit de klem te komen waarin de organisatiestructuur hen sinds 2002 houdt. Voor een andere organisatiestructuur zijn wel ideeën, zoals die van Paul Bovendeert, die, voor zover ik weet, maar ik kan me vergissen, als enige staatsrechtsgeleerde dit onderwerp op de agenda heeft gehouden, zoals het idee om de band tussen de Raad en de minister door te knippen en de Raad alleen te behouden als orgaan dat dienstbaar is aan de bedrijfsvoering van de gerechten in plaats van die top-down aan te sturen. Ik kom bijna aan de afsluiting. Bagagepersoneel staat aan een lopende band. Rechters hebben de afgelopen jaren meer dan eens in de media verteld dat gevoel ook te hebben. Voor de dijkbewakers van de rechtsstaat is dat een funeste ervaring. Het wordt hoog tijd dat ze hun autonomie terugkrijgen en dat besparingen, als die noodzakelijk zijn, alleen worden doorgevoerd met behoud van die autonomie. Dank u wel. Dames en heren. Ben ik verstaanbaar? Is die aan? Ja, nu verstaanbaar? Oké. Okay. Ja, ik zal als invalshoek kiezen de rechtspraak en de rechtelijke onafhankelijkheid. Dus even kijken. Het is nog geen weekend, dus we gaan ook wat lesmateriaal laten zien. Nou, we beginnen eerst met even een aanduiding te geven van wat rechtelijke onafhankelijkheid inhoudt. Hè. Het is tamelijk gangbaar om verschillende aspecten van die rechtelijke onafhankelijkheid te onderscheiden. Je hebt ten eerste de rechtspositionele onafhankelijkheid van de rechter. Die dient ertoe dat andere staatsmachten niet oneigenlijk druk kunnen uitoefenen op een rechter door rechtspositionele maatregelen te nemen om te dreigen. Denk aan overplaatsing, schorsing, herbenoeming. Dat soort waarborgen, dat soort rechtspositionele waarborgen zijn heel belangrijk voor die onafhankelijkheid. Als je kijkt in het Nederlandse rechtssysteem, in de grondwet en in de wet, dan zie je dat die rechtspositionele waarborgen heel goed verankerd zijn in onze constitutionele rechtsorde. We hebben een benoeming voor het leven voor rechters. Dat is dan weliswaar feitelijk tot 70 jaar, maar de benoeming is voor het leven. Dus is niet voor een tijdelijke periode met herbenoemingen. En want dat zou toch hoogst bedenkelijk zijn vanuit een oogpunt van rechtspositionele onafhankelijkheid. We kennen geen gedwongen overplaatsingen van rechters in beginsel. En we zien dat schorsing en ontslag en disciplinaire straffen worden opgelegd door de Hoge Raad. De lichtste straf, de berisping dan door de president van de rechtbank. En het toezicht is volgens artikel 116 van de grondwet. Het toezicht op rechters is voorbehouden aan leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast. Dus ook dat is een interne aangelegenheid. Dus we zien die rechtspositionele onafhankelijkheid is eigenlijk heel goed gewaarborgd. Het is wel interessant om te zien dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens eigenlijk heel veel lagere maatstaven hanteert ten aanzien van die rechtspositionele onafhankelijkheid. Ontslag door een minister of door een regering acht het Europese Hof in zijn rechtspraak toelaatbaar. En hetzelfde geldt voor disciplinaire straffen. Die hoeven niet per se intern door een rechtelijke instantie te worden opgelegd. Dat kan ook door een executieve of zelfs door een parlement geschieden. Dus in die zin hebben we weinig aan de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bij artikel 6 EVRM, dat ons allen een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter garandeert. Het Hof accepteert ook tijdelijke benoemingen, zelfs tot 2-3 jaar, waarbij een herbenoeming kan plaatsvinden. Dus op dat punt van die rechtspositionele onafhankelijkheid valt in die rechtspraak van het Europese Hof nog heel wat te verbeteren. Nou, ten tweede hebben we dan de functionele onafhankelijkheid. Die ziet op de beslissingsvrijheid van de rechter. De rechter moet in de uitoefening van zijn functie volledig vrij zijn van aanwijzingen, van instructies, van beïnvloeding. Hij moet volledig vrij van beïnvloeding door andere staatsmachten, maar ook intern, zullen we dadelijk zien, kunnen beslissen. Die waarborgen, die zijn bij ons sinds kort ook in de grondwet verankerd. We hebben afgelopen
jaar een partiële grondwetsherziening gekregen. Is artikel 17 toegevoegd, 17 lid 1 aan de grondwet. En dat is min of meer een kopie van artikel 6. Dus waarborgt een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter. En dus dat element van functionele onafhankelijkheid, dat zit nu ook in artikel 17 van de grondwet. En als je de toelichting leest, dan zit men ook eigenlijk voortdurend te verwijzen naar artikel 6 EVRM en naar de rechtspraak van het Europese Hof. Erg origineel is die toelichting niet. Nou, het derde element van de onafhankelijkheid is de institutionele onafhankelijkheid, waarbij we ervan uitgaan dat de rechterlijke macht als staatsmacht, als geheel, onafhankelijk moet zijn ten opzichte van de regering en parlement. Het moet een onafhankelijke staatsmacht zijn. En die onafhankelijkheid die moet ook in de constitutie gewaarborgd zijn. Hè. We gaan er ook vanuit dat de functierechtspraak exclusief aan de rechterlijke macht moet worden opgedragen. En zo zijn er nog meer elementen in die institutionele onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld dat de executieve geen toezicht kan uitoefenen over de rechterlijke macht. En je kunt ook denken aan budgetverantwoordelijkheden die bij de rechterlijke macht horen. Dat zijn punten van discussie die ook in die institutionele onafhankelijkheid aan de orde komen. Nou, die, zoals gezegd is die rechterlijke onafhankelijkheid gewaarborgd in de grondwet. Hè, van oudsher in 117 en 116, dan gaat het vooral over die rechtspositionele onafhankelijkheid. Sinds kort ook in artikel 17, zoals gezegd. Maar de belangrijkste bepaling als het gaat om rechterlijke onafhankelijkheid is nu eenmaal artikel 6 EVRM. Dat regelt eigenlijk ook alle aspecten van die onafhankelijkheid. Rechtspositioneel zei het heel bescheiden, zoals zojuist bleek. Functioneel heel sterk en ook institutioneel. Naast de 6 EVRM kennen we tegenwoordig ook een heel actief Hof van Justitie in Luxemburg, het EU-hof, dat ook ervan uitgaat dat elke nationale rechter tevens EU-rechter is. En dat dus eigenlijk elke nationale rechter ook moet voldoen aan EU-maatstaven op het terrein van onafhankelijkheid. En men leidt die onafhankelijkheid dan af uit artikel 2 van het Unieverdrag. Artikel 2 noemt de fundamentele waarden van de Europese Unie. En daar moeten de lidstaten en de Europese Unie ook aan voldoen. En een van die fundamentele waarden is de rechtsstaat. Artikel 19 van het Unieverdrag heeft het over effectieve rechtsbescherming die de rechter moet kunnen bieden. En een element van die effectieve rechtsbescherming is onafhankelijkheid en onpartijdigheid. En we zien dat ook terug in artikel 47 van het handvest van de grondrechten van de EU, wat eigenlijk ook weer een kopie is van artikel 6 EVRM. En we zien de laatste jaren, eigenlijk de laatste 5 jaar, dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie samen optrekken in allerlei zaken waarin die rechterlijke onafhankelijkheid in het geding is. Nou, ik verwijs dan met name naar de rechtspraak ten aanzien van Polen en Hongarije. Dat is een reeks van arresten geweest waarin beide hoven proberen die onafhankelijkheid van de rechter in die landen te bevorderen of in stand te houden. Oké, nou, vandaag ga ik het nu verder kort hebben over de functionele onafhankelijkheid, omdat die vooral speelt als je het hebt over efficiëntie van rechtspraak en financiering van rechtspraak. En een beetje ook over de institutionele onafhankelijkheid. De rechtspositionele die laat ik verder dan buiten beschouwing. Nou, die functionele onafhankelijkheid die leiden we dan vooral af uit de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens bij artikel 6 EVRM. En hier ziet u de standaardoverweging in al die arresten van het Hof. Je ziet het manner of appointment, de wijze van benoeming, term of office, dat is allebei rechtspositioneel. Dan staat er the existence of safeguards against outside pressures. And the question whether it presents an appearance of independence. Nou, die twee elementen, safeguards against outside pressures en appearance of independence, dat zijn de kernwaarden van de functionele onafhankelijkheid in artikel 6 EVRM. En daar toetst het Hof steeds in al die concrete casus toetst het Hof of er voldoende waarborgen zijn tegen druk van buitenaf. En of er ook of er ook een appearance, of de burger ook de indruk heeft
dat die rechter onafhankelijk is. Dat er niet getwijfeld, gerechtvaardigd getwijfeld kan worden aan die onafhankelijkheid van de rechter. U ziet hier dus, dat is wel heel mooi om te zien, want dat zie je wel vaker in die rechtspraak van het Europese Hof. Je ziet een beetje objectief element, hè, die waarborgen, die kun je dan vaak ook herleiden uit de samenstelling van de rechtsprekende instantie en regelingen met betrekking tot die rechtelijke instantie. Maar er zit ook duidelijk een subjectief element in. Dat appearance of independence. Die burger moet ook echt de indruk hebben dat die rechter onafhankelijk is. En als er een gerechtvaardigde twijfel ontstaat over die onafhankelijkheid, dan oordeelt het Hof dat de rechtelijke instantie niet onafhankelijk is in die zaak. Dan is de vraag natuurlijk in hoeverre. Ik moet trouwens nog een paar andere slides laten zien nu. Hè, want je ziet hier in deze zaak, dat is dan een Oekraïnse zaak. Er zijn heel veel Oekraïnse zaken geweest de afgelopen 10 jaar. Want dat was één grote corrupte zooi daar in de rechtelijke organisatie. En ook daarbuiten. Dus dat heeft geleid tot een hele rijke jurisprudentie. Dit is een van die zaken waarin ministers en andere figuren van de executieve door allerlei manieren probeerden rechters te beïnvloeden in Oekraïne. Het Hof geeft dan ook heel duidelijk aan, ja, het hoeft ook niet zo te zijn dat het ook leidt tot bepaalde handelingen. Maar het feit alleen al dat die uitvoerende instanties zich bemoeien met de rechterlijke macht en trachten die rechterlijke macht op allerlei manieren te beïnvloeden, dat leidt al tot een schending van artikel 6 EVRM, het element van onafhankelijkheid. Dat leidt er al toe dat die burger gerechtvaardigde twijfel kan hebben over de onafhankelijkheid van de rechtelijke instantie. Dan heb ik ook nog een stukje van die internal independence. Ja, dat is dan een uitbreiding die het Hof eigenlijk de laatste pak en beet 10 jaar heeft gerealiseerd. En we gingen er vroeger altijd vanuit dat functionele onafhankelijkheid speelt in de relatie rechter ten opzichte van de minister van Justitie, ten opzichte van het parlement of andere executieve figuren. Maar het Hof is ook weer met name in rechtspraak ten aanzien van Oost-Europese landen ook een interne functionele onafhankelijkheid gaan ontwikkelen. Ja, een uitgebreide jurisprudentie, heel interessant, waarin het Hof benadrukt dat die rechter ook intern in zijn organisatie ten opzichte van zijn eigen rechterlijke autoriteiten, zegt de president van het gerecht of het hoofd van de afdeling of het bestuur, het management, ook in die relatie hoort een rechter volledig onafhankelijk te zijn. En dat is een hele interessante nieuwe dimensie die aan die onafhankelijkheid is gegeven. En het Hof koppelt dat natuurlijk aan de positie van die rechtelijke autoriteiten. Zodra zij de bevoegdheden hebben om druk uit te oefenen op rechters, bijvoorbeeld door hen te plaatsen van de ene afdeling naar de andere afdelingen, door functiewaarderingsgesprekken te hebben, evaluatiegesprekken, bij de zaakstoedeling. Het zijn allemaal mechanismen waarbij rechters onder druk kunnen worden gezet door de rechtelijke autoriteiten binnen het gerecht. Als die mogelijkheid er is, ja, dan gaat ook die constructie van interne onafhankelijkheid werken en leven. De rechter moet ook intern ten opzichte van zijn collega-rechters onafhankelijk kunnen beslissen. Dat geeft een hele interessante nieuwe dimensie aan die rechtspraak, die ook voor ons in Nederland belangrijk is. Nou, als we dan naar Nederland gaan kijken, de Nederlandse rechtelijke organisatie, dan zien we dat, zoals u misschien weet, de oude collegiale bestuursstructuur eigenlijk al heel lang niet meer bestaat. Hè. We hebben in 2002 eigenlijk een nieuwe bestuursstructuur gekregen, een grote herziening van de wet op de rechtelijke organisatie. De collegiale bestuursstructuur die heeft plaatsgemaakt voor een hiërarchische bestuursstructuur. Hè, van top-down bestuursstructuur, waarbij het bestuur, het gerechtsbestuur, de algemene leiding heeft over het gerecht, ook aanwijzingen kan geven aan rechters. Die aanwijzingen hebben wel betrekking op de bedrijfsvoering, niet op de rechtspraak. En we zien dan dat een lijn naar boven gaat via de Raad voor de Rechtspraak, dat is het centrale bedrijfsvoeringsorgaan. En aan de top staat, gek genoeg, de minister van Justitie en Veiligheid van die nieuwe bestuursstructuur.
Die is er niet buiten geplaatst, die zit er middenin. En dat is heel opmerkelijk. Geen ander land in Europa dat zo'n constructie heeft gekozen op dit terrein. Nou zou je kunnen zeggen, dat zou helemaal geen probleem zijn als dat begrip bedrijfsvoering heel goed afgebakend was. Als dat alleen maar ging over beheer in de zin van het bestellen van pc's, laptops, potloden, pennen, printers en weet ik wat allemaal. En ondersteunend personeel. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dit is de rechtspraak, dat is het beheer. Zo was het trouwens in het oude model geregeld. Maar bedrijfsvoeringen, daar heeft de wetgever uitdrukkelijk voor gekozen, is een open begrip geworden. Dat kan van alles omvatten. Dat kan ook de werkwijze van rechters raken. De organisatie, de bestuurlijke werkwijze, de werkprocessen. En als je het over werkprocessen gaat hebben van rechters, dan heb je het ook indirect over de rechtspraak zelf. Dus dat begrip bedrijfsvoering, waar de wetgever toen voor gekozen heeft, ja, dat heeft als nadeel dat het indirect ook de rechtspraak kan raken. En dan ontstaan de problemen. Omdat het bestuur, het interne bestuur, door bedrijfsvoering indirect zich kan bemoeien met de rechtspraak. Ja, en dan dan roep je vragen op in hoeverre dit afbreuk doet aan de rechterlijke onafhankelijkheid. Dus in de praktijk is er geen strikte scheiding tussen bedrijfsvoering, wat het bestuur doet, de Raad voor de Rechtspraak en in hoogste instantie de minister van Justitie en Veiligheid. De activiteiten op het terrein van bedrijfsvoering kunnen het functioneren van de rechtspraak raken. Nou, we zien dat heel sterk bij die productiegerichte bekostiging van de rechtspraak, zoals die is opgezet, waarbij eigenlijk het uitgangspunt, er moet veel, snel en goedkoop worden rechtgesproken. Waarbij werkprocessen van belang zijn, zoals de keuze, moet er enkelvoudig of meervoudig worden rechtgesproken. Dat is ook een bekostigingsvraagstuk. En daar zie je dus heel goed hoe financiering, bekostiging, enkelvoudig of meervoudig, enkelvoudig is goedkoper dan meervoudig, hoe dat die kwestie de rechtspraak raakt. Terwijl de wetgever ervan uitgaat. De wet ervan uitgaat dat rechters zelf beslissen of enkelvoudig of meervoudig wordt beslist. Zie je dat onder die bekostigingssystematiek de bestuurders in de rechtelijke organisatie zich daarmee gaan bemoeien. En dan gaat het ook over zaken als het aanhouden van zaken, het oproepen van deskundigen, de zittingstijd die gereserveerd wordt voor rechtszaken, nou, noem maar op. Er zit allemaal een financieringsaspect aan, of een bedrijfsvoeringselement, wat tegelijkertijd die autonomie van die rechter raakt. Het is al gezegd dat rechters daar al heel lang bezwaar tegen gemaakt hebben. Dat begon al bij de eerste evaluatie in 2006. Meneer Deetman was daar toen mee belast. Nou, die moet je nooit vragen van een evaluatie. Maar goed, dat gebeurde wel. En die vond het allemaal prachtig. Die vond juist dat er veel meer sturing moest komen op die rechters. Dat was veel te weinig. Dus die benaderde al heel sterk vanuit een managementperspectief. Hij was overigens niet de enige. En je zag toen al dat rechters klaagden, ook bij die evaluatie in de stukken die toen geproduceerd werden, dat de productiedruk ten koste ging van de kwaliteit. Nou, het Leeuwarden Manifest is daarna gekomen in 2012, is al opgemerkt, landelijk tegenlicht van rechters die in 2015, 2016 bezwaar maakte. Ik vond het ook heel interessant om te zien hoe Kees Sterk, de vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, ook een heel kritisch stuk schreef in het Nederlands Juristenblad. Dat was zo ook rond 2016, 2017, waarin hij ook met kracht van argumenten betoogde dat de manier van financieren, dat het echt in strijd met het rechtsstaatprincipe was. Dat de regering zich veel te vergaand bemoeide met de werkwijze en het functioneren van de rechtspraak. Maar vooral ook door steeds maar te bezuinigen op de rechtspraak. Nou, er is ook een heel interessant proefschrift verschenen van Rick Robroek. De macht over het strafproces in die jaren, iets later nog. Hij is zelf werkzaam in de rechterlijke macht. Hij heeft aangegeven dat er zijn weliswaar dan onafhankelijkheidsexcepties. Die heb ik hier nog ergens. Hier ziet u ze.
De onafhankelijkheidsexcepties in de wet RO, 23, 24, 96, 109, staat er allemaal heel fraai in. Dat betekent dat het bestuur niet mag treden in de behandeling, beoordeling en beslissing van geschillen. En de Raad voor de Rechtspraak mag dat ook niet. En de minister gelukkig ook niet. Hè? Staat er allemaal heel mooi in. Maar ja, het probleem is, wat is dat niet treden in? En dat niet treden in, ja, dat sluit niet uit dat op het punt van de bedrijfsvoering allerlei maatregelen worden opgelegd waar rechter zich aan moet houden en waardoor die bestuurlijke autoriteiten indirect wel treden in de procesrechtelijke behandeling en beoordeling en beslissing van geschillen. Dus Rick die heeft dat in dat proefschrift heel mooi uiteengezet op het terrein van het strafrecht. Hij concludeert dan ook dat die onafhankelijkheidsexcepties die we hier zien, dat het die eigenlijk onvoldoende bescherming bieden voor de rechter en voor de rechtelijke onafhankelijkheid. En hij spreekt van een voortdurende beïnvloeding door de bestuurders. En dat allemaal in het belang van voortvarendheid en voorzienbaarheid van het strafproces. Overigens maakt Rick dan vervolgens helemaal een verkeerde afslag in zijn betoog, want hij gaat pleiten dan ervoor om de bestuurders ook de wettelijke basis te geven om voortaan die rechters onder druk te zetten. Daar gaat het even mis met zijn proefschrift, heb ik ook opgemerkt in de recensie. Maar verder was het een heel goed verhaal. De conclusie uit het voorgaande is dat als je nou deze situatie met die bestuursstructuur en de manieren waarop die bestuursstructuur functioneert, dat begrip bedrijfsvoering, hoe dat gehanteerd wordt en indirect de rechtspraak raakt, dat die rechtelijke organisatie kwetsbaar is op het punt van de functionele onafhankelijkheid, de interne functionele onafhankelijkheid, en eigenlijk niet voldoet aan de maatstaven die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn rechtspraak de laatste jaren stelt. Eens even kijken. Heb ik nog eventjes tijd? Ja. Datzelfde geldt natuurlijk niet alleen voor die interne onafhankelijkheid, maar ook voor de externe onafhankelijkheid, maar ook voor de interne onafhankelijkheid en de institutionele onafhankelijkheid. Daar moet ik een paar opmerkingen over maken. Want het heel interessant is, voor staatsrechtbeoefenaren, is dat die minister van Justitie en Veiligheid vanaf 2002, daarvoor was dat helemaal niet zo, is gaan roepen dat hij stelselverantwoordelijkheid heeft. Stelselverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de rechterlijke macht. Dat was daarvoor helemaal niet aan de orde, maar dat is iets wat ze bij die invoering van die bestuursstructuur bedacht hebben. En dat roept hij nog steeds. Hè. Minister Dekker die riep dat ook in 2019 weer in een uitgebreide notitie. Ik ben stelselverantwoordelijk voor het goed functioneren van de rechterlijke macht. En de Hoge Raad die heeft daar nog ernstig op. Ik ga eruit. De Hoge Raad heeft daar ernstig bezwaar tegen gemaakt. U ziet hier ook de kernpassage van Pim Haak en Ten Kate toen in rond 2000 die fundamentele bezwaren inbrachten tegen dat idee dat voortaan de minister zich op allerlei manieren moest gaan bemoeien met de bedrijfsvoering van de rechtelijke organisatie. De minister heeft die verantwoordelijkheid niet. Hij heeft wel een budgetverantwoordelijkheid, maar hij heeft niet een verantwoordelijkheid voor het functioneren van de rechterlijke macht. En het staat ook haaks op dat idee dat die rechterlijke macht een zelfstandige staatsmacht is. Daarmee is niet te rijmen dat een minister toezicht houdt op de rechterlijke macht. Dat de minister zich daarmee bemoeit, dat de minister de bedrijfsvoering beïnvloedt. Ja, en u moet maar eens kijken naar die notitie van minister Dekker, die zo ongelukkig ten val is gekomen een tijdje geleden, maar die in die notitie een heel raar betoog hield over die stelselverantwoordelijkheid en ook enorm tekeer ging tegen die rechters. Hij beschuldigde ze van de rechterlijke macht als een eilandenrijk. De rechters namen onvoldoende verantwoordelijkheid, ze handelden niet planmatig, ze waren onvoldoende gestructureerd en konden niet aan verandering werken. De effectiviteit was onvoldoende, nou, hij ging helemaal los in die notitie. En de verbetering van die werkprocessen was hard nodig, dus hij zou in gesprek met de Raad voor de Rechtspraak dit allemaal oppakken en de Raad had dat ook al daarmee ingestemd. Nou, als je het leest dan
ja, denk je, wat is dit voor een merkwaardig land? We hebben ze hier niet nooit gehoord van machtenscheiding, rechtsstaat en onafhankelijkheid institutioneel. Ja, en gek genoeg, als je dan kijkt naar de instituties, dan valt me op dat de Hoge Raad zelf al jarenlang het stilzwijgen ertoe doet. Toen Geert Korsens nog president van de Hoge Raad was, toen koos hij de kant van de rechters, ook toen het Leeuwarden Manifest eruit kwam. En was hij ook kritisch en nam hij de rechters in bescherming. Maar daarna hebben we niets meer van de Hoge Raad vernomen. Helaas, de Hoge Raad die zelf niet onder deze bestuursstructuur valt en daar dus ook geen last van heeft. De Raad van State in een recent advies, de Raad van State, en ik vermoed dat ik weet wie dat stuk geschreven heeft, de Raad van State verdedigde de stelselverantwoordelijkheid. Hè? Ja, bizar hoe de Raad van State dat idiote systeem van stelselverantwoordelijkheid van de minister durfde te verdedigen. Te meer omdat Herman Cenk Willink in zijn tijd als vicepresident daarvoor ook heel kritisch was op de wijze waarop de rechterlijke macht bejegend werd door het ministerie. Dus in die zin wordt de rechterlijke macht een beetje in de steek gelaten door de institutie. Niet gelukkig door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is de laatste jaren in ieder geval steeds kritischer geworden en heeft ook geleid tot enige bijstellingen in het beleid. Hè. Ik hoor meneer Van Dam nog zeggen, god, het is toch geen koekjesfabriek, die rechterlijke macht. Hè. Waar zijn jullie mee bezig met die productiegerichte financiering? Dat moet toch ook anders kunnen? Dus ik hoop dan maar dat in ieder geval het parlement kritisch blijft en misschien dat de Hoge Raad weer wat kritischer wordt, zeker nou. Tamara Trotman benoemd is in de Hoge Raad, heb ik weer enige hoop dat dat de goede kant op gaat, want ze heeft ook een kritisch stuk daarover geschreven onlangs. En ik hoop dat dan eindelijk toch gekeken wordt ook naar een aanpassing van de bestuursstructuur, waarin zoals gezegd de Raad voor de Rechtspraak losgekoppeld wordt van het ministerie. De minister de toezichtbevoegdheden verliest, niet langer verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de rechterlijke macht, ook geen bedrijfsvoeringstaken meer heeft. En ja, daarmee hangt ook samen dat de rechterlijke macht zelf meer zeggenschap moet krijgen over de benoeming van de bestuurders, met name ook in de Raad voor de Rechtspraak. Dus nou, laten we hopen dat dat de komende jaren toch gaat gebeuren. Dank u wel voor uw aandacht. Dan mag ik jullie ook uitnodigen om zitting te nemen. Ik hoorde net dat de Nederlandse rechtspraak niet voldoet aan de Europese standaarden. Lopende bandwerk. En dan moet ik even mijn notitieblokje erbij pakken. Veel, snel en goedkoop. Ja. Je moet een beetje doorschuiven, anders dan is het zo ongezellig voor iedereen. Ja, waar zullen we beginnen? Wat zijn de Cindy? Ik denk dat ik bij jou ga beginnen als rechter. Schrik je hiervan? Of wat zijn je gedachten? Dank. Ten eerste was mij gezegd dat er ongeveer 20 à 30 mensen op dit soort avonden kwamen. Dus dat er zoveel mensen zijn die interesse hebben in het onderwerp, dat doet mij eerlijk gezegd deugd. Als rechter, je bent natuurlijk niet gekozen, maar je probeert wel iets te doen voor de maatschappij. Je probeert ook een rol te vervullen die de maatschappij van jou vraagt. Ik ben dus ook, moet ik heel eerlijk bekennen, heel benieuwd hoe de toehoorders dit hebben gehoord. Van wat vinden zij dit in? Zijn ze het hiermee eens? Was dit nieuws? Vinden ze het belangrijk en waarom? Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben vooral benieuwd wat u van rechters verwacht hier in de zaal. En of u inderdaad verwacht dat een minister eigenlijk gaat kijken of wij doen wat hij vindt dat een goed idee is. Om het even heel plat te slaan. En wat denk je dat rechters verwachten in Nederland? Hoe bedoel je wat rechters verwachten? Wat wij verwachten? Ja, wat denk je dat een rechter verwacht in Nederland van de taak van de rechter? Ja, nee, ik bedoel jij. Jij bedoelt echt de toehoorders.
De rechter. Oké, wat ik verwacht. Ik verwacht dat het systeem in ons land zodanig is dat zaken die burgers aan mij als rechter voorleggen, dat ik die degelijk, grondig en met oog voor degene die voor me staat kan beoordelen. En natuurlijk moet ik doorwerken, want ik werk op gemeenschapsgeld. Dus ik moet niet 3 dagen over een mooie alinea gaan doen, wat ik bijvoorbeeld teruglas van dat misschien ooit het geval zou zijn geweest. Ik kan het me niet voorstellen, maar stel. Maar ja, mensen gaan niet zomaar naar de rechter. Naar de rechter gaan is duur. Naar de rechter gaan is heel spannend. Naar de rechter gaan kost tijd. Dus als iemand daar eenmaal gekomen is, dan wil je diegene recht doen. Ieder geven wat hem toekomt. En daar wil ik graag tijd voor hebben, daar wil ik graag ruimte voor hebben. En daar wil ik volgens het recht, eerlijk recht, een beslissing op kunnen nemen. En dat verwachten rechters, dat verwachten mijn collega's ook. Oké, dankjewel. Ruud de Bok, wat zijn jouw gedachten na al deze onheil die met ons is? Nou ja, voor mij is het niet echt nieuws natuurlijk, want het zijn discussies die al heel erg lang spelen. En ik ben het grotendeels ermee eens, maar toch zou ik ook wel even een paar kanttekeningen willen plaatsen. Eerst maar even terug in de tijd, voor 2002, voordat de Raad voor de Rechtspraak er was. Toen was het ook behoorlijk chaotisch geregeld in rechterlijk Nederland. Dus lijkt me wel goed om dat even te benoemen, dat de Raad voor de rechtspraak ook heel veel goeds heeft gebracht. Alle gerechten waren totaal losse eilandjes. Er was geen centrale bedrijfsvoering, er was geen centrale automatisering of personeelsorganisatie. Het was gewoon totale chaos. En ik werkte toen bij gerechten in de regio. En daar werd altijd gezegd, ja, dan moeten we weer naar Den Haag afreizen en bij de minister om geld vragen. Nou, wij weten wel hoe dat gaat. De Randstad gaat altijd voor en wij staan achterin de rij. En we krijgen eens een keer een fooi toegeworpen. En de Raad voor de Rechtspraak die heeft op bedrijfsmatig niveau volgens mij heel veel goeds gedaan voor de rechtspraak. Omdat er toch heel veel dingen gewoon veel professioneler zijn georganiseerd. Maar we zijn een beetje doorgeschoten. En eigenlijk is er één begrip wat volgens mij voor tegenwicht zou moeten zorgen. En dat is het begrip kwaliteit. En eigenlijk wordt het natuurlijk al heel erg lang gezegd. En elk visitatierapport van de afgelopen jaren kan je daarop nalezen. En daar staat dat elke keer opnieuw in. Wat ook in de wet staat, dat de gerechtsbestuurders, de gerechtsbesturen, verantwoordelijkheid dragen voor kwaliteit van de rechtspraak. Ja, en dan is mijn treurige conclusie wel dat dat soms toch wel heel erg mager uit de verf komt. En hoe komt dat nou? Dat komt ook omdat kwaliteit best wel moeilijk te operationaliseren is. En het is heel erg veel makkelijker om dingen te doen als je het over kwaliteit hebt, die meetbaar zijn en telbaar en waar je vinkjes kan zetten. Dan kom je uit op doorlooptijden of over permanente educatiepunten. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet echt waar mensen aan denken als ze aan kwaliteit denken. Want dan denken ze, heeft de rechter mijn zaak eerlijk behandeld? Is er genoeg aan feitenonderzoek gedaan? Is de afdeling bestuursrechtspraak in de toeslagenzaken eerlijk geweest? En dan is het antwoord nee. Maar wat nu het curieuze is, is dat de afdeling bestuursrechtspraak helemaal niet onder de Raad voor de Rechtspraak valt en dus ook helemaal niks met het bekostigingssysteem te maken heeft. En dat die het er dus ook enorm bij heeft laten zitten. En in mijn optiek, vanuit een oogpunt van kwaliteit, tekort is geschoten. Nou, als je dat constateert, dan kan je dus ook zien dat niet alle kwaad van de Raad voor de Rechtspraak komt en dat ook niet alle problemen veroorzaakt zijn door de bekostigingssystematiek, maar dat het veel complexer probleem is. Nou, dat is een heleboel informatie misschien. Maar kwaliteit, dat zal van de rechter zelf moeten komen. Dat zal de rechtsbesturen moeten stimuleren. En dan denk ik dat daar soms ook wel eens eventjes wat meer power misschien van de rechter zelf mag komen. En heel even in het kort, wat is dan kwaliteit? Nou, ik heb in een boekje wat ik een paar jaar geleden geschreven heb, eigenlijk dat in een paar begrippen uiteengerafeld.
Kwaliteit is in de eerste plaats ambachtelijke kwaliteit. Dat betekent een goede mondelinge behandeling. Waarheidsvinding, hè, dat is dat feitenonderzoek. Nou, dat ervaren mensen natuurlijk altijd als enorm belangrijk. En als je ziet dat er, als er kritiek op de rechtspraak is, bijvoorbeeld in jeugdzaken, dan gaat het eigenlijk bijna altijd daarover. De rechter heeft onvoldoende aan feitenonderzoek gedaan. Nou, het recht moet natuurlijk op een deskundige wijze worden toegepast. En het moet ook nog een beetje fatsoenlijk in een vonnis zijn neergeschreven. Dus dat zijn eigenlijk de ambachtelijke kwaliteiten. Daarnaast moet het ook binnen een beetje korte tijd gebeuren. En verder moet het een rechtvaardige uitspraak zijn. En als je al die elementen samenneemt, dan heb je denk ik bijna alles wat met kwaliteit van rechtspraak te maken heeft gedekt. En dan denk je, wat zou het fijn zijn als daar wat meer aandacht zou voor zijn in de rechtspraak. Of dat wil zeggen in de organisatie van de rechtspraak. En dan zie je dat dat op systematisch vlak toch wel een beetje te wensen overlaat vaak. Cindy, als jij dit hoort, kun je hierin vinden? Zeker. En kijk, praktische problemen en vragen komen dan in me op. Want zeg maar de praktijk waar we mee dealen op dit moment is, we zijn met te weinig. En je wil mensen een beetje in een behoorlijk tempo helpen. En je wil ook aandacht besteden aan die zaak. Maar op een gegeven moment is het dan zo, hoe meer tijd je aan één iemand besteedt, hoe minder er overblijft voor de ander die daardoor langer moet wachten. Tot zover erg zelfs. Inmiddels is het gelukkig weer beter, maar het heeft een tijdje, zelfs een jaar geduurd, voordat mensen met hun zaak op zitting konden komen. Nou ja, dan, als we het dan over maatschappelijke relevantie en tijdige rechtspraak hebben, dan ja, wordt dat natuurlijk, daar kun je daar eigenlijk gewoon niet meer aan voldoen. Dat is, daar val je onder dan. Sorry. Nou, de rechtspraak heeft zichzelf wel een beetje in de problemen gebracht de afgelopen jaren. Ten eerste doordat ze een heel aantal jaren een vacaturestop hebben gedaan en helemaal geen nieuwe mensen hebben geworven. Pluk je nu de zure vruchten van? Ja, onbegrijpelijk voor mij. Want je kon zien hoeveel mensen eruit gaan stromen en dat er nu een hele grote grijze golf aan komt die met pensioen gaat. En wat we de afgelopen jaren ook gezien hebben is dat met corona de gerechten heel erg snel zijn dichtgegooid. En dat werkt tot op de dag van vandaag door met achterstanden. En dat is volgens mij ook wel een hele droevige beslissing geweest van de Raad voor de Rechtspraak. Waar eigenlijk ook de gerechten hun autonomie in is ontnomen. Omdat de Raad voor de Rechtspraak toen eigenlijk heel erg aan het begin van de coronacrisis heeft gezegd, jongens, we stoppen met alle zittingen. Dat is heel erg jammer. Annerie, wat nuanceert dit alles je verhaal enigszins? Of? In mijn verhaal gaat het eigenlijk om een soort van bodem die er moet zijn om dit allemaal te kunnen doen. En als die bodem er niet is, omdat mensen te veel achter zichzelf aanlopen en er te weinig tijd wordt vrijgemaakt om goede beslissingen te kunnen nemen. Er is natuurlijk wel tijd, maar je loopt de hele tijd loop je achter jezelf aan, krijg ik het idee. En ik ben het er wel mee eens wat jij zegt, dat er vanuit de rechters een heleboel zou moeten komen. Maar dan moeten ze wel voldoende mogelijkheden hebben in hun werk om dat ook te ontwikkelen. En ik krijg nu steeds het idee dat niet voldoende is. Dus dat er geen ruimte is om bijvoorbeeld nieuwe echt op nieuwe manieren naar het recht te kijken. Er is niet genoeg ruimte. En wiens verantwoordelijkheid is dan? Is dit dan? Ik kijk dan ook direct even naar Paul Boventeert vanuit de meer constitutionele hoek. Is dat dan de Raad van de Rechtspraak of is dat misschien wel de wetgever? Ja, kijk, het grootste probleem is natuurlijk dat de formatie gewoon te klein is. De krap is voor de rechterlijke macht. Eigenlijk al vanaf het begin. Dat is eigenlijk nooit recht getrokken. Het is alleen maar erger geworden. En toen kwamen de protesten. Nu hebben ze een bak geld gekregen, als het ware. Om ze een beetje stil te krijgen. Maar de productiegerichte bekostiging is wel in essentie blijven bestaan. Dat is één.
Wat me ook opvalt is dat voor 2002 sprak iedereen van een eilandenrijk. In 2019 spreekt men weer van een eilandenrijk. In die zin is er heel weinig veranderd. Dus je vraagt je af, wat heeft die nieuwe bestuursstructuur nou allemaal voor belangrijke verbeteringen gebracht? Ook op het terrein van de kwaliteit van de rechtspraak. Ja, is dat toch tamelijk dubieus? Wat voor hel en zegen die nieuwe structuur heeft gebracht? Nou, staatsrechtelijk in ieder geval niet. Want staatsrechtelijk is die minister zich steeds meer gaan bemoeien met de rechtelijke organisatie. En dat is staatsrechtelijk gezien een hele kwalijke ontwikkeling geweest. Vanuit het perspectief van rechtelijke onafhankelijkheid. Ik ga dan toch even de advocaat van de duivel spelen. Want in je hele mooie inzichtelijke verhaal waren er veel voorbeelden van Oost-Europese toestanden. En die kennen wij eigenlijk niet. Dus die voorbeelden van waar echt die rechtelijke onafhankelijkheid, ja, echt geweld wordt aangedaan, dat is toch een probleem dat wij, ja, nog niet kennen. Nee. Dus misschien gaat het eigenlijk wel goed. Ik had een, ja, klein onderzoekje gedaan. We doen 2600 rechters zijn er, 1,4 miljoen zaken. Ja, dat is best veel, toch? Dat is eigenlijk gewoon, ja, misschien wel best wel, ik ben wel, ja, onder verschillende indruk. Soorten zaken wel, hoor, maar goed, ja. En 2600 rechters, ja, dat, ja, is een, wat is het, een academisch ziekenhuis? Dat is waar we het over hebben. Dus hoe ja, gaan we dit? Maar misschien zijn er ook gedachten in de zaal. Hè? Als er gedachten zijn, suggesties, ja, steek een hand maar op. Maar mag ik even reageren, ja, zeker, op jou? Ja, je zegt nou over Polen. En want dat had ik eigenlijk aan het eind van mijn voordat je op me staan. Ah, mooi gelezen. Ja, kijk, je kunt toch zeggen, het gaat toch goed? Hè? Ja, die rechters moeten volgens mij veel te hard werken en veel te veel vrije tijd opofferen aan de behandeling van zaken. Maar even los daarvan, het functioneert redelijk. Hoewel de redelijke termijn, nou, dat is best wel een probleem. Maar de constructie is heel risicovol. De constructie is risicovol zo gauw populistische partijen regeringsmeerderheid krijgen. En die constructie is zodanig dat kwaadwillenden heel makkelijk een heel vergaande ingreep op de rechtspraak. Ik denk dat je nu doelt op de benoeming van leden van de Hoge Raad? Nee, nee. Ik bedoel een minister van Justitie die zich intensief gaat bemoeien met de rechtspraak. Nog intensiever dan de afgelopen ministers hebben gedaan. Het gaat niet alleen om benoemingen, maar het gaat ook om financiering. Het gaat ook om werkwijze. De benoeming is natuurlijk heel plat. Maar het kan veel subtieler. En het systeem waarin je een minister aan de top van een bestuursstructuur plaatst, ja, is heel riskant. Is heel riskant als je, ja, als je afglijdt als rechtsstaat, hè, in de richting waarin Polen en Hongarije is afgeleden. Dus het is een systeem wat niet rechtsstaatproof is. Dat is het probleem. En zolang die bewindslieden zich toch enigszins terughoudend opstellen, heb je er niet zoveel last van. Maar anders wel. Dat is wat ik bedoel. Ja. Zeker. Ja. Ja, ik zag het, ja. Ik heb jou dan ook nog het woord. Mijn naam is Maria van der Scheppel. Ik ben rechter ook, raadsheer. Voorzitter van de NVVR geweest en ook president van de Rechtbank Noord-Nederland. Ik heb een vraag aan Paul Bovendeert. Stelselverantwoordelijkheid. Ja, dat is inderdaad het mantra wat er op departement wordt gehanteerd om de bemoeienis van de minister te rechtvaardigen. Mijn vraag is, hoe weerleg je dit? Want wat er ook gezegd wordt, niet alleen de stelselverantwoordelijkheid, en dat wordt steeds verder uitgebreid, maar hoe weerleg je dit argument waar er ook gezegd wordt, de minister is degene die in de Tweede Kamer verantwoording moet afleggen over de gelden die besteed worden aan de rechtspraak. Hoe weerleg je dat argument? Want dat is toch volgens mij wat er juist is. Hoe is dat dan in andere landen? De rechtspraak moet gefinancierd worden. Er moet geld naar de rechtspraak. Daar moet verantwoording over afgelegd worden, of niet? Ja. Ja, maar dat is wat de Hoge Raad eigenlijk al zei in 2002. Hè. Kijk, die minister heeft budgetverantwoordelijkheid. Die moet zorgen dat er een adequaat budget beschikbaar is voor de rechtelijke macht. Op het budget van het ministerie van Justitie. Die heeft beheersverantwoordelijkheid. Dat is een hele beperkte verantwoordelijkheid. En het idee van, nou ja, ik als minister ben ik verantwoordelijk. De minister is verantwoordelijk
voor zijn ministerie, voor de ambtenaren, voor het beleid wat hij voert als minister. Maar het is nu juist zo dat als je ervan uitgaat dat de rechterlijke macht een onafhankelijke en zelfstandige staatsmacht is, dat die verantwoordelijkheid zich niet kan uitstrekken tot het functioneren van de rechterlijke macht. Want daarmee ondergraaf je dat hele concept van onafhankelijkheid, van institutionele onafhankelijkheid. Kijk, de minister van Binnenlandse Zaken is ook niet verantwoordelijk voor de Tweede Kamer. Nee. Huh? En ze geven wel een budget, natuurlijk staat wel de begroting. Overigens heeft de Tweede Kamer via de raming, is helemaal autonoom in het vaststellen van de begroting. Maar de minister controleert ook niet de bedrijfsvoering van de minister van Binnenlandse Zaken, waar de Hoge College van Staat onder vallen. Controleert ook niet de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer. Het parlement is een zelfstandige staatsmacht. Het minister controleert ook niet of de Tweede Kamer zijn best doet, te veel of te weinig moties indient, te veel of te weinig amendementen, hoeveel tijd ze eraan besteden, hoeveel minuten ze bezig zijn met al die handelingen die ze daar verrichten. Nou, het is precies hetzelfde. Zo hoort de minister van Justitie zich ook niet te bemoeien met de rechterlijke macht. Het is ook een zelfstandige staatsmacht. En die indringende bemoeienis die onder andere via de bekostiging loopt, ja, die is niet te rijmen met het rechtsstaatprincipe in het algemeen en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het bijzonder. En je ziet het ook niet veel in andere landen, hoor. Ja, ik moet zeggen, in Duitsland hebben ze ook een beetje last van die financieringsmethode. Maar daar loopt het niet zo ver door als hier met de Raad voor de Rechtspraak en de minister van Rechtsbescherming. Het is ook jammer dat we een minister van Rechtsbescherming hebben, trouwens. Je kunt het veel beter bij justitie laten. Het is niet een speciale minister die niks anders doet dan die rechterlijke macht lastigvallen. Hè? Ja. Je had een toevoeging, Annelie. Ja, ik wil toevoegen dat in Duitsland ook niet een raad voor de rechtspraak. Dus je hebt daar niet een organisatiestructuur waar die prijsbekostigingssystematiek ook zo kan worden doorgevoerd als in Nederland is gebeurd. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Ik weet het niet precies. Ik zou het ook heel interessant vinden als er wat meer onderzoek zou zijn naar hoe in het buitenland raden van de rechtspraak of überhaupt de organisatie van de rechtspraak functioneert. Want eigenlijk is daar nu vrij weinig over bekend. En de Raad voor de Rechtspraak is in Nederland geïntroduceerd eigenlijk naar aanleiding van een Zweeds model. Maar als je dan gaat lezen wat er over dat Zweeds model door de toenmalige onderzoekers werd gezegd, was die raad veel meer faciliterend en met ontzettend veel respect voor de verschillende rechtbanken en hoven en zo in het land, dan in Nederland, voor zover ik het kan zien, is gebeurd. Maar zo is het in Nederland ook wel degelijk in de wet bedoeld. Daar staat ook dat faciliterende in door de Raad voor de Rechtspraak. Dus volgens mij is het eigenlijk juist, zijn het de gerechtsbestuurders die meer tegenwicht zouden moeten bieden. En zit daar in feite een groter probleem dan in de Raad voor de Rechtspraak? Kijk, het lijkt mij een beetje een illusie om te denken dat 2600 rechters voor zichzelf gaan bedenken hoe ze hun werk moeten uitoefenen. Dat kan niet. En het is ook een illusie dat als er meer rechters zijn, of als er meer geld per zaak is, of als er überhaupt meer geld is, dat dan alle problemen de wereld uit zijn en dat we dan geweldige rechtspraak hebben. Zo werkt het niet. Maar wat je nodig hebt, dat is op gerechtsniveau, ja, leiderschap. Juridisch leiderschap, kwaliteitsleiderschap. Daar heb je geen verlengstukken nodig van de Raad voor de Rechtspraak, die het alleen maar over doorlooptijden en PE-punten hebben, permanente educatie, maar die ook inhoudelijk iets zeggen over, of die proberen voortdurend het gesprek te voeren met de rechters, en rechters horen dat ook onderling te doen, over wat kwaliteit is en dat ook ten uitvoer te brengen. En daar zit volgens mij eigenlijk de zwakste schakel op dit moment, dat de gerechtsbestuurders eigenlijk heel erg dicht tegen de Raad voor de Rechtspraak aangekomen zijn en daardoor eigenlijk niet meer die professionele autonomie op dat punt hebben, maar zich eigenlijk een beetje als verlengstuk laten gebruiken om inderdaad alleen maar te sturen op aantallen en doorlooptijden. Wat ook belangrijk is, want je kan niet alleen maar zeggen van het gaat om dat ene mooie vonnis. Je moet ook de doorlooptijden in de gaten houden. Maar de gerechtsbestuurders, die zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bevorderen van de juridische kwaliteit. En daar zie ik in de praktijk wel wat weinig van. Er zijn ook mensen die denken, ja, dat is de taak van de Hoge Raad.
Maar dat is natuurlijk niet zo, want er gaat maar zo'n fragment van alle zaken gaat in hoger beroep. En daar gaat dan nog weer zo'n klein flintertje van naar de Hoge Raad. En alle zaken die gewoon alleen door de rechtbank in eerste instantie worden behandeld, die moeten natuurlijk ook kwalitatief goed behandeld worden. Die uithuisplaatsing of die politierechterzitting of die incassozaak. Daar zit ook de kwaliteit. Dat doet de Hoge Raad niet. Dat moet op de werkvloer gebeuren. Dat moeten rechters met elkaar in gesprek. En je hebt bestuurders, gerechtsbestuurders, die verantwoordelijk ervoor zijn om toe te zien dat die kwaliteit de hele tijd op de agenda staat. En dat gebeurt volgens mij een beetje te weinig op dit moment. Dat is mijn eigen analyse ervan. Cindy, staat die kwaliteit wel op de agenda? Of hoe? In mijn ervaring en mijn dagelijkse praktijk merk ik wel dat collega's en ook overigens de ondersteuners, juridisch medewerkers, stafjuristen, dat die wel degelijk heel veel eer scheppen in hun werk en ook kennisbijeenkomsten en kennissystemen bijhouden. Het vervelende is alleen dat de normen voor de tijd die je daarvoor krijgt om dat te doen, dat misschien niet helemaal overeenkomt met de tijd die dat werkelijk vergt. Dus dat je dat doorgaans dan toch maar in je eigen tijd zit te doen. Dus daar zijn zondagen voor. Even heel plat gezegd. Maar ik zag achterin ook handen. Dus ik weet niet of mensen... Ja, ik zag daar eentje. We gaan eerst helemaal naar achteren. Als het al beantwoord is, dan hoeft het niet. Maar... Filijnenvraag. Althans, misschien. Ik ben Fons Helemans, ik ben arts, gerechtelijk deskundige ook, dus ik beweeg me al een aantal jaren in dat domein. Waarheidsvinding is mijn passie en daar heb ik aandacht voor. En de discussie die hier gevoerd wordt, die volg ik al een jaartje of 12 via het NJB en andere media. Waar ik benieuwd naar ben, en misschien kunt u die vraag niet beantwoorden hoor, maar ik wil hem toch even voorleggen. Is het alleen De behoefte aan efficiënt werken vanuit de overheid dan, hè, die behoefte? Of is er ook nog een ander motief misschien waardoor die organisatiestructuur is gekozen destijds? Ik bedoel, controle hebben dus op de rechterlijke macht. Kunt u er iets over zeggen? Je vraag is het eigenlijke motief van die reorganisatie dat de overheid of de wetgever, de regering, de teugels wil aandraaien? Dat is je vraag? Ja. Wat denken jullie? Nee, dat is echt onzin. Het was ook de bedoeling om het tot een soort eerlijker... ten eerste om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Er was een hele stapel aan rapporten verschenen in de jaren 70 en 80... hoe slecht het met de rechtspraak gesteld was. Met name dus met de organisatie, met de facilitaire ondersteuning, met de hele bedrijfsvoering. En ten tweede was het ook de bedoeling, en daar is eigenlijk die hele bekostigingssystematiek uit voortgekomen, om een eerlijk mechanisme te krijgen hoe het geld over de gerechten zou worden verdeeld. En vandaar was de gedachte, nou, gerechten die meer zaken doen, die krijgen meer geld. En hoe doe je dat nou? Nou, dan is er dus een heel erg fijnmazig, ja, inmiddels misschien wat bureaucratisch systeem opgetuigd, waarbij die bekostigingssystematiek aan die aantallen is gekoppeld. Nou, volgens mij is vriend en vijand het er inmiddels over eens dat die bekostigingssystematiek moet worden aangepast. En dat lees je ook in de laatste visitatierapporten. Dus dat zal op een gegeven moment ook wel gebeuren. Maar kijk, het is ook niet alleen maar een kwestie van geld. Dat is ook te simpel om daarnaar te kijken. Als ik even een paar voorbeelden noem. Bijvoorbeeld de zitting. De zitting is dus de mondelinge ontmoeting tussen rechters en partijen. Nou, dat is een heel belangrijk moment en is een heel belangrijk aspect van kwaliteit van rechtspraak. Vindt in elke zaak een zitting plaats? Nou, in de meeste zaken wel, maar toch ook in een heleboel zaken niet. Waarom gebeurt dat niet? Bijvoorbeeld in die toeslagenaffairezaken zijn ook niet altijd zittingen gehouden. In vreemdelingenrechtszaken vinden vaak geen zittingen plaats. Nou, er zijn allerlei voorbeelden van. Omdat rechters het ook vrij veel tijd vinden kosten, omdat ze het lastig vinden. Ligt dat alleen aan de bekostigingssystematiek? Nee, dat vind ik te simplistisch. Dat is ook een makkelijke weg naar de uitgang. Een ander voorbeeld, waarheidsvinding. Als je het hebt over civiele rechtspraak, dan kunnen er allerlei procedures zijn waarin de rechter op een gegeven moment tot de conclusie komt van, ik moet eigenlijk eens even goed uitzoeken hoe dit nou feitelijk in elkaar zit, want de een zegt dit en de ander zegt dat. Ik zou eigenlijk getuigen moeten horen. Nou, hoe vaak vindt in de praktijk in civiele zaken een getuigenverhoor plaats? Nou, dat is een bijna uitgestorven fenomeen. Hoe komt dat?
Mag dat niet van de Raad voor de Rechtspraak? Zeker wel. Mag dat niet van het gerechtsbestuur? Zeker wel. Doen rechters het? Nee, waarom niet? Omdat het best wel veel tijd kost. Omdat er misschien een snelle weg naar de uitgang is. Is dat het leveren van kwaliteit? Nee. Wiens verantwoordelijkheid is dat? In beginsel dat van de individuele rechter. Maar wat ik zeg, het is een illusie om te denken dat iedere rechter in zijn eentje, in haar eentje, want we hebben veel vrouwelijke rechters tegenwoordig, die gewenste kwaliteit levert. Daar hebben we ook gerechtsbestuurders voor die erop toe moeten zien dat iedereen dat in zijn vezels heeft, hoe belangrijk een zitting is, hoe belangrijk waarheidsvinding is. En zo heb je allerlei voorbeelden die uit eigenlijk ja, het werk van de rechtspraak is en waar je wel degelijk gewoon kwaliteits toezicht nodig hebt. Ik wil hier toch zeggen dat iedere rechter dat in zijn DNA heeft om meer kwaliteit te leveren. Dat is des rechters, daar is geen leiding voor nodig. De leiding is er om te ontzorgen en bijvoorbeeld inderdaad te zorgen dat automatisering op orde is. Ja. Dat ben ik ook helemaal eens, maar het staat ook in de wet dat de gerechtsbesturen verantwoordelijkheid dragen voor de juridische kwaliteit. Ik geef veel les aan rechters in opleiding. En dan gaat het erover van, wat doe je als het niet helemaal duidelijk is hoe het zit? Ga je dan partijen nog de gelegenheid geven zich uit te laten? Nee, je mag niet van me opleiden, want het moet wel echt nu ophouden. Wordt er een procesverbaal van de zitting gemaakt? Nee, want dat kost te veel tijd. Die dingen die komen om de haverklap voor. Dat weet denk ik iets. Vreemdelingenzaken, wie zei dat? U? Dat is bij de afdeling jarenlang vaste praktijk geweest. Het is nu veranderd, want de afdeling die is natuurlijk behoorlijk in de spiegel gaan kijken na de toeslagenaffaire. Ik geloof dat ze 24 werkgroepen hebben ingesteld om de kwaliteit te verbeteren. Als je voor jezelf als rechter zegt, ik kies de kortste weg naar de uitgang, dan vermijd je dat probleem. Misschien mag ik daar, Wacht even. U wilt iets zeggen en daarna ga ik naar achteren, maar wie bent u? Mijn naam is Margreet Asman. Ik ben rechter geweest in de rechtbank Rotterdam en Den Haag en bijzonder hoogleraar rechtspleging in Leiden. En overigens ook nog lector civielrecht bij het Opleidingsinstituut van de Rechterlijke Macht. Ik onderschrijf helemaal wat Ruud zegt over kwaliteit en hoe je kwaliteit kunt herkennen. Als rechter heb ik er zelf ook naar gestreefd om zoveel mogelijk aan waarheidsvinding te doen. En tegelijkertijd het spanningsveld ervaren van de zittingen waarop ik ingeroosterd was. Want je wordt ingeroosterd. Je hebt geen zeggenschap over het aantal zaken dat je per week doet. En dan word je een jaar van tevoren ingeroosterd. Dan heb je een bepaald aantal blokjes. Die zittingen moet je voorbereiden. Maar dan komt er ook nog een getuigenverhoor tussendoor. En dan komt er ook nog een zaak van de rol waar je vonnis in moet schrijven. En op het moment dat er dus heel veel dingen in een week bij elkaar komen en zelf niet kunt sturen, want je bent ondergeschikt aan het systeem, de koekjesfabriek, zoals dat is geformuleerd. Mm. Ja, dan zoek je ruimte en letterlijk ademruimte. En dan, het is nooit zo zwart of wit, het is vele tinten grijs. En dan zeg je van, nou, in deze zaak, dan kan ik misschien wel doorpakken of kan ik iets wegschrijven, vreselijke termen, maar ze komen voor. En het gaat inmiddels zo ver, die sturing, dat er ook rekening gehouden wordt hoeveel schikkingen je doet. Dat betekent dus dat op een zitting dat je ook denkt van, goh, nou, misschien moet ik nog even doorduwen en verder doorpraten. Dan ben ik van een lastig vonnis af en dat is dan toch maar mooi snel geklaard. Ja, wie zijn daarvan ook het slachtoffer? Ja, natuurlijk, graag eens. En dat is het perverse dilemma, zou ik bijna zeggen, waar een rechter in zit. Dus die voelt die hete adem van al die zaken. Die voelt die hete adem van die lange doorlooptijden. Die wordt geconfronteerd door de Raad voor de Rechtspraak met een programma tijdige rechtspraak, waar die aan moet meewerken wat niet goed is uitgedacht. En dat is denk ik een groot probleem, dat de Raad die strooit allerlei projecten uit over de rechtspraak, waar de analyse in ontbreekt en men bereidt de stokpaardjes van, ja, de doorlooptijden moeten sneller en dat kan sneller, maar zonder te berekenen
Het was heel merkwaardig bij het programma Tijdige Rechtspraak. Daar werden twee voorwaarden genoemd. Namelijk, er moet voldoende personeel zijn en voldoende geld. Van tevoren was bekend dat aan die voorwaarden niet werd voldaan. Toch werd met veel aplomb en verven dat programma uitgerold. Nu zijn we 3 jaar verder en het was te voorspellen. Dat lukt natuurlijk niet. En zo keert ieder debakel strooit zich over de rechtspraak uit. Dat is met Kei gebeurd en daar is, denk ik, de boel gaan glijden. Toen zijn de bezuinigingen gekomen. Een groot programma waar iedereen aan mee moest werken. Veel inzet van rechters, weggegooid geld. En de zaken stapelden zich op. En met de gebakken peren zitten we nu. Het is rechters willen kwaliteit. Maar die druk van bovenaf en het aantal schikkingen waar van tevoren rekening mee gehouden wordt. En nu vrees ik dat dat ook gaat met het aantal mondelinge vonnissen. Want een mondeling vonnis, dat is snel. Dus kwaliteitsoverwegingen worden niet uitgedragen vanuit het bestuur van de gerechten. Dat is misschien ook meteen een haakje naar wat Paul Bovendeert vertelde. Van op die manier kun je door mensen op een bepaalde manier een bepaalde tijd te geven, kun je dus ook ergens sturen met wat er ongeveer moet gebeuren. En dat is natuurlijk altijd met de beste bedoelingen. Want ik roep ook weer in herinnering, er staat een hele lange rij mensen en je wil iedereen helpen. Dus het is, wat Rutte Bok zegt, is natuurlijk niet helemaal van realiteit gespeend, om het even heel keurig te zeggen. Maar het is natuurlijk de insteek, je wil iedereen zoveel mogelijk recht doen. Alleen, je bent wel recht aan het verdelen. Want het is wel, alles wat je aan één persoon geeft, kun je niet meer aan een ander geven. Zeker. Ja. Nee, dat, natuurlijk snap ik die dilemma's helemaal. En ik wil het ook niet aan individuele rechters verwijten. Maar ik vind dus wel dat daar een schone taak ligt van de gerechtsbestuurders om rechters misschien tegen zichzelf in bescherming te nemen en dat hele idee van kwaliteit veel beter uit te dragen. En zich niet alleen maar als een soort managers op te stellen die alleen maar vinkjes aan het zetten zijn. Want dat doet gewoon de rechtsstatelijkheid ernstig tekort. Maar tegelijkertijd vind ik dat rechters ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en gewoon eigenlijk zelf ook altijd vanuit kwaliteit zouden moeten denken. Mag ik nog één opmerking maken naar aanleiding van die vraag over die financiering? Zeker, maar misschien heeft u een vraag dat hierop aansluit, wellicht? Of vanuit de politieke arena. Wat zegt het in beginsel over het land als politieke arena? Ik zit hier als burger en ik kijk, dus op een afstand. Maar als ik kijk naar de politieke arena en ik kijk naar de casussen, ik zie een parallel in alle casussen die we inmiddels opgestapeld hebben tot het plafond. We schuiven dingen, ik ben zelf met klimaatvraagstukken bezig, we schuiven, dat is het vraagstuk, oneindig vooruit. Totdat er mensen opstaan in de samenleving die het uiteindelijk tot een rechtszaak brengen, waarin de rechter zegt, in de kaas van de stikstof, of vind ik prachtige casus, die zegt tot hier en niet verder. En dan ligt het land stil. En het is in basis is het een politiek vooruitschuifspel geweest, als je erin gaat verdiepen. Ik had nog nooit van stikstof gehoord, maar ik ga me erin verdiepen. En dan kijk je naar de parallel en dan zie je heel veel parallellen, ook in de klimaatcasus, urgenda rechtszaken. Ik vind het in de basis, vind ik het droevig dat het tot een rechtszaak moet komen. Het is politiek gebrek aan leiderschap. Dat is mijn overtuiging in de basis. Alleen gelukkig leven we in een rechtsstaat met daarin een rechtspraak, waarin recht gesproken kan worden met alle permanente, directe gevolgen die zegt tot hier en niet verder. Dat vind ik ook weer hoopgevend in de balans tussen dingen. Maar wat zegt dat over de politieke arena als we je zo onder druk wordt gezet, anderzijds, achter de schermen, dat is voor mij wat ik nu hoor en lees. Wat zegt het over de samenleving en het systeem als zich, vanuit de politieke arena gezien? Nou, als ik die vraag even probeer in te passen in de discussie van vanavond, dan denk ik dat het in ieder geval wel zegt dat hoe meer de politieke besluitvorming verlamd is, des te meer er natuurlijk naar het bord van de rechter wordt geschoven. En dat is natuurlijk best een hele pittige belasting.
en die stikstofzaken en Urgenda en naar alles wat er op ons afkomt. Dat vraagt natuurlijk heel veel van de rechter. He, want als je dan ziet over 10 minuten voor deze zaak, 10 minuten voor die zaak, dan kan je je voorstellen als je dan een zaak tegen Zelder tussendoor hebt, ja, dat kost maanden misschien wel aan voorbereidingstijd. Dus dat trekt een enorme wissel op de menskracht. En voor de rest is het sowieso wel apart, ook als je realiseert, ook in het kader van wat Paul net vertelde allemaal, dat ik geloof 60% of 70% van alle rechtszaken tegen de overheid zijn. Namelijk ook al het bestuursrecht, in feite al het strafrecht en dus ook een hele grote groep civiele zaken. En ja, dan wat dat betreft, hè, dan is dat natuurlijk eigenlijk wel een beetje apart als daar dan ook die overheid zelf zo de hele tijd aan de knoppen draait en eigenlijk ja, met een veel te laag bekostigingsbedrag volstaat. Ja, ja, even een aanvulling. Want in het verleden was het ook zo, bijvoorbeeld, dan zaten we met een enorme instroom van asielzoekers en dan gaf de minister van Justitie extra budget aan de vreemdelingenrechters. En dat budget ging niet naar de civiele kamer of naar de bestuursrechtkamer. Zo werd er ook een beetje geschoven met geld om de politieke prioriteiten beter en sneller weg te kunnen werken. Wat ik destijds al heel kwalijk vond. Omdat het gewoon openlijk gebeurde. Ja. Via de financierings. Maar mag ik nog even reageren op want een andere invalshoek kiezend. Wat ik typisch vind aan de Nederlandse politiek is dat men heel weinig waarde hecht aan de rechtsstaat. En dat is eigenlijk jarenlang was niemand in Den Haag geïnteresseerd in de rechtsstaat. En ik heb een keer een voordracht gehouden voor alle presidenten en de Raad van de Rechtspraak en zo in Den Haag. En de secretaris-generaal van Justitie, de nieuwe secretaris-generaal, was er ook bij. Het ging over het domein van de strafrechter. Toen had ik het ook in die voordracht altijd over de rechtsstaat. Toen zei die man tegen mij, meneer Bovendeert, de rechtsstaat. Daar moet u helemaal niet mee aankomen. U moet het hebben over de economische waarde van rechtspraak. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. Als je die economische waarde kunt aantonen, ja, dan maakt u deuren open in Den Haag. Maar niet met het begrip rechtsstaat. Nou, dan hebben we de toeslagenaffaire gekregen en noem maar op. En nu heeft iedereen het ineens weer over de rechtsstaat. Dus dat is hoe Den Haag omgaat met het begrip rechtsstaat. Maar ja, dat ebt vanzelf weer weg, hoor, die toeslagenaffaire. En dan is dat rechtsstaatbegrip is ook weer een beetje naar de achtergrond weggedrongen. En dan zitten we. Dat vind ik nou typisch Nederlands. Dat is in Duitsland heel anders. Daar hebben ze wel begrip voor het begrip rechtsstaat. Ook in de politiek. Dan zijn ze diep doordrongen van het belang van een rechtsstaat. Diep doordrongen. Dat is een groot verschil met Nederland. U heeft een vraag, daarna ga ik helemaal naar achteren en dan ga ik daarheen en dan ga ik naar u, want u had ook nog een vraag, toch? Ja, en u heeft ook nog een vraag. Nou, dan is het vrees ik alweer 9:30. Maar dat... Ik heb een opmerking voor meneer Bovendeert. De reden dat Rick Roopboek de verkeerde kant is opgeslagen is omdat hij Rien het Oort als promotor had. En ik heb een vraag. Heel even. Ja? Ik denk dat dus voor de zaal. Okay, voor de zaal? Wie bent okay. U? Want misschien bent u wel een rechter. Mijn naam is Willem Kortels Altus. Ik ben rechter geweest. En ik had het graag nog willen blijven, maar dat mocht niet. Omdat men vindt dat rechters boven de 70 dement zijn. Helaas. Maar goed, dat is een andere discussie. Waar ik het hier niet over wil hebben. Maar wat ik wil vragen aan u bovendien. Dat was mijn opmerking. En mijn vraag is. U hebt het gehad over de interne onafhankelijkheid. En wat vindt u van twee dingen die ook gebeuren in Nederland? Eén is dat het rechtsbestuur wel bepaalt wie op welke plek zit binnen de rechtbank. Terwijl dat niet meer mensen zijn die met de rechtspraak belast zijn. Dat is punt één. En twee, dat het rechtsbestuur in sommige gevallen bepaalt wie bepaalde zittingen doen. Specifieke zittingen. Ook dat gebeurt. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is ook weer een aparte jurisprudentie van het Europese Hof over. Hè? Dat gaat over de zaakstoedeling. En het Hof heeft duidelijk gemaakt in jurisprudentie dat het echt op basis van objectieve criteria moet
moet geschieden. En dat het geen maatwerk mag zijn. Hè? Dus je moet het soort... het jaarrooster is natuurlijk als het jaarrooster consequent wordt toegepast, dan voldoet dat helemaal aan de eisen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar zo gauw het gerechtsbestuur of een andere autoriteit zaken op individuele basis gaat toewijzen aan rechters, ja, dan kom je in de problemen met artikel 6 EVRM. En niet zozeer omdat het dan geen onafhankelijke rechtspraak is, maar het Hof zegt... Artikel 6 eist dat de rechtelijke instantie moet zijn ingesteld bij de wet. Established by law. En het Hof leidt daaruit af dat allerlei inrichtingseisen in de wet moeten zijn verankerd. En dus je moet eigenlijk een wettelijke basis hebben voor die zaakstoedeling op basis van objectieve criteria en random. Hè? Dus op basis van een rooster of willekeurig, maar niet op basis van maatwerk. Dus je werd door een computer bepaald. Dus ik vond, ja, dat zou kunnen zien dat in een Zuid-Europese land, Oostblokland, dat het daar, ja, dus de computer bepaalt. Ja, in Duitsland heb je het presidium dan in elk gerecht, hè, dat jaarroosters maakt. Die zit ook helemaal in handen van rechters. En ja, dat systeem is veel beter. Veel beter. Dus ook op dat punt rammelt het echt flink. Want er is ook helemaal geen fatsoenlijke wettelijke basis voor de zaakstoedeling in Nederland. Ontbreekt helemaal. Ze hebben een code vastgesteld bij de Raad voor de Rechtspraak. Niet eens een regeling. Ja, dus ja, treurig. Dat de Raad hem heeft vastgesteld. Ja, nee, kan al helemaal niet. De gerechtsbestuurder hebben eigen codes vastgesteld op bestuursniveau. Ja, dat zijn die bestuursreglementen. Ja, dat zijn die... Ja, ja. Ja, volgens mij wordt het een, ja, vraag. We gaan even naar die vraag helemaal achterin. Ik denk dat het overzicht... Het is één chaos, toch? Dat is... Ja. Dat is misschien wel de situatie, ja. Ja, hallo. Nou, Marinella Vieira, ik ben rechter in opleiding. En ik heb een vraag aan Paul Bovendeert. Namelijk of u in kunt gaan op het standpunt van mevrouw De Bok. Namelijk, ik zeg het in mijn eigen woorden, dat gerechtsbestuurders meer hun rol moeten pakken. Kunt u dat meer in staatsrechtelijk kader plaatsen? Welke ruimte hebben ze en wat kunnen ze concreet doen? Omdat de individuele rechter daar het probleem eigenlijk te groot voor is om het bij de rechter te laten. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat die gerechtsbesturen de nodige afstand moeten houden van rechters. Dus dat je juist niet heel indringend je met allerlei bevorderende activiteiten, kwaliteit, rechtseenheid en zo moet gaan bemoeien. En zeker niet zolang dat bestuur niet onafhankelijk is. Want het bestuur staat nog altijd in een soort gezagsverhouding tot de Raad voor de Rechtspraak. Die bestuurders worden voor 6 jaar benoemd. Die kunnen dan voor 3 jaar worden herbenoemd. Nou, als je iemand een ambt niet onafhankelijk wil maken, dan moet je het zo doen. 6 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. En als je het goed doet, word je misschien nog ergens anders weer opnieuw benoemd als bestuurder. Ja, dat is, daar heeft de Hoge Raad destijds ook ernstig bezwaar tegen gemaakt. Dat de president van de Rijksbank, die vroeger gewoon voor het leven benoemd werd. En, nou, dus die onafhankelijkheid die is er niet. Dat is een gezagsrelatie. Ja, en zeker in zo'n gezagsrelatie past het helemaal niet. Dat vind ik eerlijk gezegd ook dat het gerechtsbestuur allerlei activiteiten ontplooit die de rechtspraak raken. Want dat behoort als het domein van de rechter. Van de onafhankelijke rechter. En die bestuurders voldoen niet aan die eisen. Wat volgens mij al een hele belangrijke taak zou kunnen zijn van gerechtsbestuurders, is dus zorgen, erop toezien dat er voldoende tijd voor de dingen is. Kwaliteit, dat is de afgelopen jaren eigenlijk door rechters zelf opgepakt in professionele standaarden. Dat is eigenlijk het nieuwste instrument geworden. Er zijn er inmiddels een stuk of 6, 7 van opgesteld, denk ik. En wat nu een van de problemen is, dat zijn dus eigenlijk een soort van algemene normen die rechters samen hebben opgesteld, waarvan ze vinden van dat is goede rechtspraak. En dan op deelgebieden, bijvoorbeeld een goed vonnis schrijven of een goede mondelinge behandeling doen of op een goede wijze meervoudige rechtspraak bedrijven. Nu blijkt dat die professionele standaarden in veel gevallen eigenlijk niet echt in de praktijk ten uitvoer kunnen worden gebracht, omdat daar onvoldoende geld en ruimte voor is. Nou, dat lijkt me nou typisch iets waar de gerechtsbestuurders gewoon helemaal dwars voor moeten gaan liggen en zeggen van, dit is kwaliteit, hebben de mensen zelf gezegd. Dus wij gaan nu zorgen dat op die manier gewoon gewerkt wordt.
personeelsmanagement, dat is ook zoiets. Daar zitten natuurlijk ook voor heel veel kwaliteitsaspecten van. Volgens mij zijn er enorm veel aspecten van kwaliteit, van rechtspraak te benoemen, die niet raken aan de individuele uitkomst van zaken, maar die toch wel degelijk met kwaliteit te maken hebben. En dat is nu bij uitstek de verantwoordelijkheid van gerechtsbestuurders. En dat staat ook in de wet. Hebben zij de kracht om dat te doen binnen de organisatie? Juist zeker ze... hebben ze dat, okay. Ja. Alleen het is natuurlijk ingewikkeld. En soms zijn rechters het niet mee eens. En die beroepen zich dan ook onmiddellijk op hun professionele autonomie. Al dan niet terecht. Maar als er nou één ding is wat gerechtsbestuurders zouden moeten doen, is het toezien op en bevorderen van juridische kwaliteit van rechtspraak. Laura Davies. Er is geen microfoon voorhanden. Misschien kun je alvast jezelf voorstellen. Hartelijk dank allemaal. Mijn naam is Laura. Ik schrijf een proefschrift over de legitimiteit van de rechter. En waar het begin van de discussie, en mevrouw de Bok had het er net ook weer over, gaat het heel veel over die spanning tussen kwaliteit en kwantiteit. En de afgelopen pakweg 50 jaar is eigenlijk op beide ingezet. Hè. Sinds de jaren 80, 90 met de reorganisatie heel erg op de kwantiteit, maar ook de opleiding van rechters, de gedragscode, et cetera. Die kwaliteit is ook steeds meer omkleed. Met als gevolg dat we eigenlijk vragen dat de rechter beide kanten volledig doet. Wat denk ik redelijk onmogelijk is, zeker nu de aantallen en complexiteit van zaken toeneemt. Mijn vraag was eigenlijk met name aan de rechters op het podium. In een ideale situatie met voldoende geld en voldoende personeel, waar zou dan volgens u die balans moeten liggen? Oftewel, hoeveel kwaliteit willen we opleveren? Zijn we bereid om in te leveren voor kwantiteit en vice versa? Of horen die twee altijd samen? Cindy, kun jij beginnen? Daarna Annerie als oud-rechter. En daarna Ruud de Bok ook als oud-rechter en raadsheer wellicht? Of... Prego. Als ik het heel plat sla, dan denk ik dat legitimiteit van rechter ook deels altijd met kwaliteit te maken heeft. En een 6 is daarom nooit genoeg. Ik denk dat het voor mij persoonlijk moet een 8,5 zijn. Een 10, dan misbruik je publieke middelen, want de 8,5 is ook heel mooi. En op het moment dat je echt alles hebt benoemd en alles hebt uitgezocht en het begrijpelijk is. En rechtvaardig uiteraard, dat staat voorop. Dat een andere uitkomst moet in ieder geval in je hoofd niet mogelijk zijn. Je moet zelf in ieder geval vinden dat dat de rechtvaardige uitkomst is. Maar perfectie, daar hoeft de belastingbetaler denk ik niet voor te betalen. Ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag. Ja, nou, het is inderdaad een hele oude discussie. Wat is belangrijker, kwaliteit of kwantiteit? Maar volgens mij kun je dat niet zo onderscheiden. Het is, je vonnissen moeten kwalitatief goed zijn. En zaken mogen niet te lang blijven liggen. Maar als je echt zo'n onderscheid maakt, dan maak je het heel artificieel. Dus ik heb die discussie altijd een beetje vreemd gevonden. Een onderdeel van de kwaliteit is dat er genoeg... Dat mensen niet lang op hun zaken hoeven te wachten. Maar wat er vanuit het bestuur nu voortdurend wordt gedaan, wijzen op productie, dat vind ik een vreemde manier om die dingen uit elkaar te halen. Dus dat is mijn reactie. Ja, ik zou ook niet in een tegenstelling tussen kwantiteit en kwaliteit willen gaan spreken. Dat lijkt me niet verstandig. Een zekere snelheid bij het doen van rechterlijke uitspraken, dat is gewoon een belangrijk aspect van kwaliteit. En zo is het ook in het Europese recht verankerd. Ik denk wel dat het goed is om even te nuanceren dat niet over de hele rechtspraak breed iedereen voortdurend op zijn tandvlees loopt. En dat er hele grote verschillen zijn tussen sectoren en afdelingen en hoger beroep of eerste aanleg. Wat betreft werkdruk en productiedruk. Er zijn bepaalde, door de manier van bekostiging is het zo gegroeid dat er bepaalde takken binnen de rechtspraak zijn
waar ontzettend veel tempo moet worden gemaakt. Waar ik kan vragen van is dat wel, staat dat wel in enige balans tot het gewicht van de uitspraken? Bijvoorbeeld familierechters die uithuisplaatsingen moeten doen of onder toezicht stellen van kinderen, waar heel erg weinig tijd voor is ingeruimd, misschien maar een half uurtje of iets dergelijks, wat eigenlijk niet kan. Waarbij dan ook nog meespeelt dat zo'n rechter in belangrijke mate moet drijven op de rapporten van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming. En daar gaat het dan ook nog wel eens fout. Dus dan kom je gewoon enorm in de knel. Maar bijvoorbeeld in handelszaken, dus dat zijn de gewone civiele geschillen, is dat toch wel veel minder. En ik vraag eigenlijk altijd aan iedereen die ik tegenkom die rechter in opleiding is of gewone rechtspraak. En hoe staat het met de werkdruk? Ben je half overspannen? Nee, dat valt allemaal heel erg mee. Dat is ook niet zo dat dat echt voor iedereen geldt. En ik vind het ook niet helemaal terecht om die indruk hier te gaan wekken dat dat allemaal alleen maar daarmee te maken heeft. En vaak zie je gewoon dat mensen die de beste rechters zijn en het snelste doen en de beste vonnissen schrijven. Dus dat is ook helemaal geen tegenstelling. Dat zijn gewoon goede rechters dan. Ik zie dat het wellicht tijd is om af te sluiten, maar we hebben heel veel problemen opgerakeld. Namelijk te weinig geld, maar ook niet onafhankelijke gerechtsbestuurders. Dus mijn laatste vraag even aan dit rondje, en wellicht kan uw vraag daar nog bij, zou eigenlijk zijn van wat verdient prioriteit? Meer geld of meer onafhankelijkheid? Of betere kwaliteit van wetgeving? Wellicht, ja. Paul, wat zijn jouw gedachten? Of... ik denk en. Hè. Je moet de formatie op orde brengen van de rechterlijke macht. Dus je moet kijken welke uitbreiding nodig is. Je moet het systeem van productiegerichte bekostiging moet je echt inruilen voor een ander systeem. Hè. Want dat systeem van productiegerichte bekostiging, destijds door financiën ontwikkeld, was ontwikkeld naar het voorbeeld van de thuiszorg. Dus hoeveel minuten per dag stofzuigen. En hoeveel minuten afwassen. Dat is het systeem wat ze dachten, dat gaan we op die rechters ook toepassen. Nou, we hebben gezien waar dat toe heeft geleid. Dus je moet wat doen aan die... En je moet echt iets doen aan de loskoppeling van de minister van de rechterlijke macht. Die stelselverantwoordelijkheid, die moet er echt uit. Die moet er echt af. Dat is heel belangrijk. Nee, eens, goed. Ja, ik ga niet hetzelfde zeggen, ook al ben ik daar wel mee eens. Maar ik zou denken dat dan prioriteit heeft dat de gerechtsbesturen en de werkvloer van de rechtspraak dichter bij elkaar komt. En dat er meer leiderschap op het gebied van kwaliteit binnen de gerechtsbesturen komt. Ja, ik vraag me altijd af, maar daarvan weet ik te weinig hoe het op dit moment is. Of de samenwerkingsverbanden die vroeger kleiner waren en vrij intensief en daardoor ook een goede uitwerking hadden op de kwaliteit, of die nog wel bestaan, of zijn het alleen maar hele grote teams geworden en zijn er geen meelezers meer bijvoorbeeld. Hoeveel meervoudige kamers zijn er nog in vergelijking tot enkelvoudige kamers? Dus Dat continue meekijken van andere rechters bij wat je doet, had wat mij betreft een heel goed effect. En ik vraag me af of dat er nog wel genoeg is. Dus. Is dat een wens voor jou, Cindy, of heb je het al? Ik neem ook wel mee. Als rechter heb je altijd je eigen verantwoordelijkheid om dingen te blijven signaleren. Ik denk dat we misschien als rechters, want we hebben inderdaad, het geld is er. Ik bedoel, we hoeven niet meer geld, hoogstens misschien voor beginnende rechters, zodat het vak ook aantrekkelijk blijft voor nieuwe aanwas. Op dit moment, je krijgt een tijdelijk contract en mensen krijgen vaak een veel lager salaris dan ze elders hebben verdiend. En je kunt pas rechter worden als je elders al wat sporen hebt verdiend. Dus mensen hebben al een bepaald instroompercentage. Want waar ik het meeste been in zie is genoeg collega's
Die allemaal aangeven wat er echt nodig is om een zaak goed te behandelen. En dat we dat gesprek goed kunnen voeren met gerechtsbestuurders die inderdaad de rechtspraak op de eerste plaats hebben staan. Ik hoop dat we dat gesprek kunnen gaan voeren als maatschappij. Ik neem aan dat we hiermee ook ten einde zijn. Of heeft iemand nog een hele prangende vraag die nu zou moeten worden opgeworpen? Of kan die wachten tot de borrel? Mooi. Dank jullie wel.